Een gigabyte van dit, een megabyte van dat. GamePC specs zitten vol met bits en bytes. Vandaag leg ik uit wat ze betekenen en wat ze doen. Tot zo. Alright, laten we even de basics doen. Zijn we klaar voor de basics? Elias, doe je even je telefoon weg. De specs van een GamePC, of eigenlijk alles wat met digitale elektronica te maken heeft, zitten altijd vol met bits en bytes. Zoals je misschien weet, snapt een computer heel simpel gezegd eigenlijk maar twee dingen. 0 of 1. Aan of uit. Water en vuur. Ja of nee. Aarde of lucht. Lang geleden leefden de vier naties. 1 0 of 1 noemen we een bit. 8 nullen of 1 noemen we een byte. Dan hebben we de voorvoegsels. Die zijn eigenlijk hetzelfde als bij natuurkunde. Kilo of een kleine k betekent 1000. Mega of een grote m betekent miljoen. Giga of een grote g van Gijs betekent miljard. En terra of een grote t betekent biljoen. En verder dan dat gaan we bij GamePC's niet. Er zijn er echt nog heel veel. Beta, zeta. Exa. Exa. Ik zou niet weten. En verder dan dat gaan we niet. Het zijn dus ook steeds Het zijn dus ook steeds stapjes van 1000. 1000 bytes is een kilobyte, 1000 kilobyte is een megabyte, enzovoorts. Nou, als je dan ook nog weet dat een kleine b een bit is en een grote b een byte, dan kun je de volgende dingen lezen. Dit is dus een gigabyte. 1 miljard bytes. Dit is een kilobit. 1000 bits. En dit... Ha! Fout! Dit is een millibyte. Die bestaat niet, maar een kleine m betekent milli. Een grote m is mega. Wel opletten, hè? Grote en kleine letters boeien. Hertz is ook grote h, kleine z. Altijd. Collega's. Als je van bits naar bytes wil rekenen, moet je dus delen door 8. En andersom, keer 8 van bytes naar bits. Daar gaat het vaak fout, want als je een internetabonnement afsluit, is dat meestal in bits. Maar Chrome en Steam bijvoorbeeld geven je downloadsnelheid aan in bytes. Een internetabonnement van 1 gigabit per seconde heeft dus een maximale downloadsnelheid van... 125 megabyte. Hij is scherp. Mensen die er iets meer verstand van hebben, die denken nu misschien... Gijs, een megabyte is eigenlijk 1024 kilobyte. En daarop zeg ik... Hey. Hierover is er op de dag van vandaag een hoop verwarring en zelfs fabrikanten en internetproviders gebruiken het door elkaar, dus dat helpt ook niet echt. Eigenlijk zit het zo. De voorvoegsels uit het metrieke stelsel, kilo, mega en giga, zijn machten van 10, 1000, 1 miljoen, 1 miljard enzovoorts. Het is dus super verwarrend en onlogisch om hier ineens stappen van 1024 te gaan gebruiken. Daarom hebben we binaire voorvoegsels in het leven geroepen. Die zijn dus wel in stappen van 1024 en die gaan zo. Ik kende ze ook nog niet voordat ik deze video schreef. Een kibibyte is 1024 bytes. Een maybebyte is 1024 kibibyte. Misschien. En een gigabyte is 1024 megabyte. Misschien. Klinkt super dom, hè? Ja, laten we het maar gewoon bij kilo en mega houden. Het is ook niet alsof het superveel boeit. We gaan verder. Maar eerst een bericht van onze sponsor. Deze video is heel toepasselijk gesponsord door Kingston. Daar zijn ze. Kingston is onze hoofdleverancier van zowel werkgeheugen als SSD's en met goede reden. Ze leveren mooie producten van goede kwaliteit tegen een ijzersterke prijs. En je vindt hun werkgeheugen en SSD's dan ook in de volledige line-up terug. Check ReducedGaming.nl voor het aanbod. Doei. Ja, niet doei. Niet weggaan. De video gaat nu verder. Alright, nou die bits en bytes bepalen heel veel over je GamePC. Het is namelijk informatie en het hele functioneren van een PC gaat over het opslaan, vervoeren en verwerken van informatie. Je kunt op twee manieren met bits en bytes te maken hebben. Ten eerste capaciteit. Dat is hoeveel informatie in een stukje geheugen geparkeerd kan worden, zeg maar. En is dus een hoeveelheid. En dan is er snelheid of... bandbreedte. Officieel is het bandbreedte, maar ik zeg meestal snelheid. Hoeveel informatie per seconde kan er vervoerd worden? Dat is bijvoorbeeld 2, 15, 40, 16. Grapje, bijvoorbeeld megabyte per seconde. Dat heeft mijn stagiair erin geschreven. Ik snap hem niet. Ja, het schept een band. Laten we eens de belangrijkste bits en bytes in je GamePC bekijken. Te beginnen bij je opslag. Als we het over opslag hebben, hebben we het over de capaciteit van je harde schijf, SSD of allebei. Tegenwoordig hebben we het meestal, gelukkig, over terabytes. Maar SSD's van 250 en 500 gigabyte, zoals deze, worden ook nog wel verkocht. De belangrijkste opslagmedia, niet media's,
Dat is het meervoud van een woord dat al meervoud is. De belangrijkste opslag media vandaag de dag zijn... een harde schijf. The fuck gebeurt er allemaal? Waarom staat mijn account open? Ja, waarom opent dat überhaupt ineens random? Een harde schijf. Die bieden flink wat capaciteit tegen een zachte prijs, maar hebben niet zo'n hoge schijf- en leessnelheid, doordat er een draaiende schijf in zit met letterlijk bewegende lees- en schrijfkoppen die echt moeten bewegen, zeg maar. Dus er zit gewoon letterlijk vertraging in. Dat betekent dat ze niet zo snel zijn in het inladen van programma's en games. De snelheid van een harde schijf ligt zo rond de 100 tot 200 megabyte per seconde. Hoeveel megabit is dat dan, Dylan? Tussen de 800 en 1600. Dat heeft hij heel goed onthouden. Dan hebben we de SATA SSD, die wij niet verkopen, dus ik heb er geen hier. Die is een stuk sneller, stiller en betrouwbaarder, omdat hij geen draaiende schijf en bewegende lees- en schrijfkop heeft. Maar wordt wel nog tegengehouden door de verouderde SATA-bus, waardoor de lees- en schrijfsnelheden uitmaxen rond de 550 megabyte per seconde bij de snelste modellen. En dan is er de grote kampioen, die wij standaard in elke game PC gebruiken. Readersgaming.nl. De NVMe SSD. Die gebruiken geen SATA meer, maar PCI Express, waardoor ze vele malen sneller zijn. Een goedkopere NVMe SSD zit maximaal rond de 3,5 gigabyte per seconde. En een duurdere gaat zelfs tot wel 7 gigabyte per seconde. Ook staan er PCIe 5.0 SSD's op de planning, die in theorie zelfs tot 14 gigabyte per seconde gaan. Dat is ruim 25 keer sneller dan een harde schijf. Dan hebben we werkgeheugen en videogeheugen. Nou, werkgeheugen heb ik hier. Videogeheugen is niet iets wat je zo hebt liggen, zeg maar. Dat zit hier op de videokaart. En natuurlijk ook wel bekend als RAM en VRAM. Randomly. Nee? Ja, Randomly Accessible Memory. Random Access Memory, toch? Oh, ik dacht Randomly Accessible Memory. Dit zijn eigenlijk kleinere, snellere poeltjes opslag waar de CPU en de GPU heel snel bij kunnen. Open je een game, dan wordt alle informatie die de CPU nodig heeft in het werkgeheugen gezet. En de textures bijvoorbeeld in het videogeheugen. Ik weet niet of je... Weet iedereen wat textures zijn? Textures zijn, je hebt zeg maar een 3D-model en dan plakken ze daar een foto op, zeg maar. En dan ziet het eruit als een muur, bijvoorbeeld. En textures zijn trouwens voor het grootste deel verantwoordelijk voor de opslag die een spel inneemt op je PC. Dus als je een spel hebt met super gedetailleerde 4K textures, dan is het vaak een groter spel. De capaciteit van RAM en VRAM is kleiner, maar ze zijn wel vele malen sneller dan standaard opslag. Een 4090 heeft bijvoorbeeld een theoretische geheugenbandbreedte van ruim 1 terabyte per seconde. Ook RAM is een stuk sneller. DDR4 RAM bijvoorbeeld heeft gemiddeld een bandbreedte van zo'n 25 gigabyte per seconde. En DDR5 heeft op 4800 MHz een bandbreedte van bijna 40 gigabyte per seconde. Maar er bestaan zelfs al kits van 7000 of meer MHz. Kijk, het is eigenlijk mega transfer. Shh. We gaan verder. Flink sneller dus dan zelfs de snelste PCIe SSD. Ten slotte hebben we CPU cache. En dit is een heel klein poeltje van echt retensnel geheugen dat letterlijk in de CPU zit. En waar dit vroeger een vrij nietszeggende spec was, leeft die tegenwoordig op door AMD's 3D V-cache techniek en ook Intel's Raptor Lake chips. Cache moet je zien als een heel klein stukje werkgeheugen waar de informatie in zit die de CPU het allervaakst en het allerhardst nodig heeft. Maar het cachegeheugen is niet groot, dus de CPU moet een beetje voorspellen wat hij nodig gaat hebben en wat hij dus in die cache gaat zetten. Nou, hoe beter hij dat voorspelt en hoe groter de cachepool, hoe minder vaak de CPU in het tragere werkgeheugen hoeft te zoeken en hoe sneller die dus kan werken. Nu het verhogen van de kloksnelheid van een CPU steeds meer stroomverbruik en dus hitte met zich meebrengt, kijk maar naar allebei de nieuwe generaties van AMD en Intel, zijn AMD en Intel meer gericht op het verbeteren en vergroten van de cache, wat vooral bij gaming voor flinke prestatiewinsten zorgt. Wil je bewijs dat het werkt? Kijk dan maar eens naar de verschillen tussen de normale 5800X en de 5800X 3D. Eigenlijk praktisch dezelfde chip, maar de X3D heeft 3 keer zoveel L3 cache en een iets lagere kloksnelheid. Het resultaat? Bijna 10% betere gameprestaties en een lager stroomverbruik. It's magic. Nou, genoeg technisch geneuzel voor vandaag. Heb je een suggestie voor een video als deze of heb je nog vragen over de bits en bytes van vandaag? Laat het weten in de comments. Zorg even dat je geabonneerd bent en tot de volgende. Open je een game, dan wordt alle informatie die de CPU... Ik heb wat tongbrekers geschreven voor de video vandaag. Nee.